eten. Voilà. Moet je eventjes op je scherm klikken. Doen we zo min mogelijk. Zeker als je op die kleine kastjes zit, dan is dat wat lastiger. Ja. Het loont soms de moeite om oortjes te gebruiken. Dus als je op je mobiel zit te werken, dan is het handig als je iets van oortjes hebt. Ik heb hem zelf vrij zacht staan. Maar ik ga natuurlijk ook niet heel hard spreken. En ja, wat ik wilde vertellen is, een aantal jaren geleden ben ik daar dus mee begonnen met een les voor de kerst en voor de jaarwisseling. En vorig jaar heb ik voor het eerst de Tonglen-meditatie gedaan, die we vandaag gaan doen. Is er iemand die deze meditatie kent? Am. Heel goed. En Am, dan begrijp je misschien ook wel waarom dat ik het een meditatie voor durvers heb genoemd. Anne is voorbereid. Als enige. Anne met één N. Maar vorig jaar waren een aantal van jullie er ook wel bij. Maar misschien ben je ook vergeten wat het precies was. Dat maakt niet zoveel uit. Precies om 8 uur liet ik jullie binnen. En dan moest ik meteen denken aan het boeddhistisch centrum in Antwerpen, Ihipassiko, waar ik wel eens voor een meditatie of een lezing ben geweest. En daar kan je naartoe komen en precies om 8 uur sluiten de deuren. En dus als je een beetje aan de late kant bent en altijd net iets te laat binnen bent, dan is de deur gesloten. En ik vind dat altijd wel iets hebben. En ik vond het nu ook. Dag Heidi, hij is er ook bij. Hey. Ik vind dat altijd wel iets hebben. Dan kan dat bij Zoom, kan dat niet. Maar dat is wel de reden waarom ik vandaag precies om 8 uur de deur heb opengemaakt. Zodanig dat we elkaar konden zien. Ik ga eerst even uitleggen wat we gaan doen. Lijkt me makkelijk om eerst even het kader te zien. Wat we gaan doen. Wat Tonglen eigenlijk is. Degene die de tekst al gelezen heeft, nou ja, die weet het al. Het is eigenlijk een practice die al heel oud is, komt uit de 11e eeuw, zo gezegd. Ik heb dat niet driedubbel gecheckt, maar dat wordt wel overal verteld. En ze is eigenlijk heel lang goed bewaard gebleven, een soort goed bewaard geheim, omdat ze door heel veel mensen best wel als lastig werd ervaren. Iets te radicaal en iets te lastig, iets te moeilijk. Meditatie is op zich iets wat je, ja, je kan daar heel veel toeters en bellen bij halen. Je kan verschillende focuspunten gebruiken om te mediteren. Iedereen kent wel de ademmeditatie, waarbij je op de ademhaling let. Sommige mensen gebruiken ook wel een mantra. Er zijn ook meditatie stijlen waarbij dat er veel meer met concepten wordt gewerkt, meer contemplatie. En dit is eigenlijk, goh, het houdt eigenlijk het midden tussen visualisatie en toch een focuspunt. Maar het is vooral een meditatie die bedoeld is voor het hart. Om het hart open te zetten. En het te gebruiken om negativiteit te transformeren. Nou, als er iets op dit moment belangrijk is in de wereld, is het wel om de negativiteit te transformeren. En we vergeten dat wel eens. Dat we eigenlijk transformatiemachines zijn. We houden vaak te veel vast aan bepaalde zaken, waardoor dat die als energieën in ons vast blijven zitten en pijn veroorzaken of last veroorzaken. Dus wat we vandaag ook gaan doen is, we gaan de negativiteit door ons heen laten gaan. En daarom bedoelde ik, het is best wel een klein beetje durven. En er zijn mensen die het niet aankunnen. Als je je op een of andere manier te oncomfortabel voelt, dan vertrek je gewoon. Dan sluit je het gewoon af.
Als je het niet aan kunt, ga jezelf zeker niet forceren. Doe ook niet wat ik, toen ik dit voor het eerst leerde, deed. Namelijk nog dieper inademen. Om met alles wat je in je hebt, de negativiteit in je systeem te laten komen. Ja, ik zit zo helemaal in elkaar en ik weet dat sommigen van jullie ook zo in elkaar steken. Je kunt je best maar doen, zal ik maar zeggen. Probeer je best niet te doen. Probeer gewoon niet te veel na te denken over wat ik je ga vertellen en wat de bedoeling is. Probeer het ook niet te zien. Je voor te stellen, te visualiseren. Sommige mensen zijn daar super goed in. En als je daar niet zo goed in bent, ga dan vanavond in elk geval niet je best doen om het dan toch voor elkaar te krijgen. Het doet er eigenlijk niet toe. Doe gewoon wat je denkt dat de bedoeling is. Wat ook belangrijk is, is dat je, denk ik, een bepaalde scheiding kunt aanbrengen tussen datgene wat je waarneemt en de waarnemer. En eigenlijk heeft dat te maken met als het te veel wordt, dan zit je namelijk in een verhaal. Dus is dit de eerste keer dat je gaat mediteren, dan is dat best wel een uitdaging. Tong len. Een tong betekent sturen. En len betekent nemen. En we gaan het eigenlijk in de omgekeerde richting doen. We gaan eerst nemen. En dan geven. En wat we doen, ik ga het eventjes in een notendop uitleggen, is we ademen in negativiteit. En we transformeren die negativiteit om in rust, ruimte, licht en liefde. En voel maar wat er voor jou opkomt. Niet te veel nadenken. Voor jou is dat misschien al genoeg. De complete meditatie stelt een iets sprookjesachtiger beeld voor. Namelijk, stel je eens voor dat er in jouw borst een zwarte parel zit. Midden in je borst. En die zwarte parel, die wordt door jouw inademing, als het ware gebroken. En onder die zwarte parel komt een diamant die licht en liefde uitstraalt. Perfectie. Precies zoals het moet zijn. En wanneer je de negativiteit inademt, wordt voorgesteld dat je die voorstelt als een dikke, zwarte, hete rook. Iets wat je absoluut niet wil inademen. En dat is niet voor niks zo. Dus wanneer je voelt dat je lichaam daarop reageert, is het van belang dat je beseft dat dat komt omdat je bezig bent met die gedachten. Het is eigenlijk het tegenovergestelde van wanneer ik nu een beschrijving zou maken van de zoetste, sappigste, heerlijkste, knapperigste appel die je ooit hebt gegeten. Je krijgt onmiddellijk krijg je speeksel in de mond en je bent als het ware die appel al aan het eten. Dus ben je hier zeer goed in, dan kan het zijn dat je daarop reageert. Zorg dat je jezelf op mute zet, dan kun je zelfs flink hoesten als je wil. Iets wat mij de eerste keer overkwam. Deze practice is om de arrogantie en de zelfingenomenheid te vernietigen. Je kleine zelf. En daarmee het lijden van anderen en je eigen lijden te vernietigen. Het is eigenlijk een meditatie voor echte wereldverbeteraars. Deze practice helpt ons een stukje van onszelf te zien wat we liever niet zien. Dat stiekem blij is dat je zelf niet zo hard afziet als een ander. Iets wat we nooit hardop durven zeggen, maar wat we wel eens denken.
We zouden niet willen ruilen. En zeker als het gaat om mensen die je niet zo graag ziet. Of mensen die je niet kent. En we schamen onszelf daar in zekere zin voor. En we gaan dan met dat gevoel om door het te verhullen. Terwijl we beter die energie zouden kunnen gebruiken om het lijden in het algemeen te bekijken en te verzachten. Tijdens de meditatie moet je goed begrijpen dat je niemand aan het helen bent. Je bent eerst en vooral jezelf aan het bevrijden van je kleine, zielige zelf. En het is ook een practice van zachtheid en mildheid. Die ons hele zijn opent, ons hart opent, voor het overweldigende lijden dat er is in de wereld, ontegenzeggelijk. En ook voor de kracht en de bereidheid om dat te transformeren. Om angst, woede, verdriet niet door te geven, moeten we eerst leren omgaan met ons eigen lijden. Onze eigen woede, hulpeloosheid, frustratie, twijfels, in plaats van het weg te duwen. En daarvoor ga je met een zekere achteloosheid liefdevol zitten, aanwezig zijn, zonder iets terug te verwachten. Voordat we kunnen beginnen met de meditatie, die overigens uit eigenlijk 4 verschillende delen is opgebouwd, dus ik ga de tijd een beetje in de gaten houden, gaan we eerst goed zitten. Aandachtig zitten op je beide zitpotten. Als je op een stoel zit, dan zet je je voeten goed neer op een juiste afstand van elkaar en een juiste afstand van de stoel. Het liefste de enkels onder de kniegewrichten en de kniegewrichten op dezelfde hoogte als de heupgewrichten. Je kan ook in kleermakerszit op je kussentje zitten. En het eerste wat ik eigenlijk altijd doe is, ik heb nog niet eens mijn ogen dicht en dan adem ik al een keertje diep in en ik trek mijn schouders even op. En ik adem uit. En die eerste uitademing laat mij meteen al een klein beetje anders voelen. Dus herhaal dat nog maar een keertje. En als je wil, dan mag je je ogen sluiten. Leg je handen in de schoot of op je bovenbenen. En dan gaan we eerst ons lichaam systematisch en toch snel ontspannen. Het is enkel vanuit een ontspannen staat van zijn dat we de juiste focus en concentratie kunnen hebben. Dus ga met je aandacht naar je ogen. En het gebied daaromheen, je oogleden, de oogkassen, de huid rondom de ogen. En ook je wenkbrauwen, het gebied daartussen. En maak je ogen zacht. En hoe maak je je ogen zacht? Stel je maar voor dat je naar een lieflijk tafereeltje kijkt. Bijvoorbeeld pasgeboren puppyhondjes. Of poesjes als je meer een poesemens bent. Of een babytje. Voel hoe de spieren rondom de ogen zich ontspannen. Dan ga je met je aandacht naar de slapen en de oren. Dan ontspan je het gebied van de oren.
Maak je oren zacht in het gebied daaromheen. En ga dan langs de gehooringang naar binnen en maak ook de binnenkant van de oren zacht. Voel je kaken ontspannen. En ga dan naar de mond. De lippen los op elkaar, de mondhoeken zijn zacht. De gehele mond is zacht, het gebied daaromheen. En ook de binnenkant van de mond is zacht, het gehemelte, de tong. Hele gezicht, oren en kaken, zacht. Dan ga je met je aandacht naar de handpalmen, de binnenkanten van de handen. Dan stel je voor dat je met je aandacht zachtjes langs de binnenkant van de handpalmen strijkt. Elke aanraking van jouw aandacht maakt de binnenkanten van de handen zachter en zachter. Doe hetzelfde met je voetzolen. Strijk met de aandacht langs de voetzolen en voel de voetzolen zachter en zachter worden. Dan ga je met je aandacht naar het perineum, het centrum van je bekkenbodem. Maak het centrum van je bekkenbodem zacht en het gebied daaromheen. Dan ga je met je aandacht naar je hart. Ontspan het hart, het gebied daaromheen. Alle spiertjes rondom het hart, het weefsel. Ontspan zelfs. Je hele borstkas daaromheen. Dan ga je met je aandacht naar het punt tussen de beide wenkbrauwen. Breng ontspanning naar het punt. Gezicht, oren, kaken. Handen, voeten, bekkenbodem. Hart. En het punt tussen de beide wenkbrauwen. Ontspan ze allemaal tegelijkertijd. Maak ze zacht. Begin dan met in te ademen wat we voelen. Wat kun je waarnemen? Wat voel je in je lichaam? Voel je onrust?
Of juist niet. Wat kun je opmerken? Angst, boosheid, afkeer. Wat je waarneemt, erken dat het er is. Stel een zeker ritme vast voor de ademhaling. Het moet aangenaam zijn, zonder inspanning. Adem alsof je doorheen de poriën van je huid ademt. Moeiteloos. Niet te diep. Niet te lang. Adem dan in zwaarte en uit lichtheid. In zwaarte en uit lichtheid. Stel je nu voor dat er midden in je borst een zwarte parel zit. En die zwarte parel vertegenwoordigt je kleine zelf. Van willen en verlangen. Van straffen en belonen. Het is het stukje van jou dat bang is dat deze practice alle lijden van de wereld op gaat vangen. Het stukje dat bang is dat deze oefening echt werkt, dat stukje. Dat is die zwarte parel. En wanneer je inademt, stel je voor dat je dikke, zwarte rook inademt doorheen de poriën van je huid. En de dikke, zwarte rook van de inademing breekt de zwarte parel. Op de uitademing komt de fonkelende diamant tevoorschijn. Jouw ware natuur, die enkel licht en liefde is. Een deel van jou dat altijd zal zijn. En neem nu een geliefd persoon in gedachten. Iemand die het op dit moment moeilijk heeft. Adem het lijden van die persoon in. En adem uit licht en liefde. Lijden als de zwarte, hete rook. Getransformeerd in licht en liefde.
Breng dit nu naar je eigen leven toe. Herinner je een tijd waarin je het moeilijk had? Misschien wel nu. Had je honger? Was je boos? Verdrietig? Bang? Herhaal het proces. Je kan alles inademen. Ontevredenheid, wanhoop, arrogantie, verveling, bitterheid. Denk niet te veel na. Zoek geen redenen om het te doen of het niet te doen. Doe het gewoon. En blijf zo even zitten.
Ga dan nu met je aandacht naar anderen die het moeilijk hebben. Het gaat niet om hun verhaal. Gewoon het gegeven dat zij lijden. Voelen dat jij niet de enige bent. Dat je verbonden bent met anderen die het ook moeilijk hebben. Inademen alsof je door alle poriën van de huid ademt. Aangenaam zonder inspanning. In zwaarte. Uit leed.
Ten slotte ga je in gedachten naar iemand die je niet graag ziet. Iemand met wie je een moeilijke relatie hebt of hebt gehad. Verbind jezelf met het lijden van die persoon. Niet met wat die persoon heeft gedaan of nog doet. Adem het lijden van die persoon in als zwarte, hete rook. De zwarte parel in je borst breekt open. Adem uit, ruimte, licht en liefde.
De laatste minuten. Adem je enkel nog de zwaarte in. Licht en liefde uit. Ten slotte beëindigen we deze meditatie met in te ademen wat we voelen. Wat is er op dit moment? Benoem het. Erken dat het er is. Open zachtjes de ogen. Sta toe dat je lichaam wat bewegingen maakt.
Dat waren ongeveer 40 minuten. Misschien was dat wel het langste wat je ooit gedaan had. Voordat ik hem afsluit, wil ik jullie wel de kans geven om iets te zeggen als je wil. Hoeft niet. Misschien is je iets opgevallen. Iets wat je vertellen wil over je ervaring. Als je vragen hebt of je hebt nog opmerkingen hierna, laat gerust een berichtje achter of stuur me iets. En dan ga ik jullie verlaten en gedag zeggen en jullie een hele fijne kerst toewensen. Volgende week, donderdag, ga ik deze meditatie nog eens doen. Als het nu niet goed bevallen is, is het interessant om het te doen. Als het nu wel goed bevallen is, is het interessant om te doen. Dus heb je tijd. Het is een mooie manier om het jaar af te sluiten. En dan gaan we ook een beetje aangepast gaan we de meditatie het concept toepassen. Okay. Alle goed. En dank jullie wel voor het aanwezig zijn.